Cameraman Johan Hilgekamp en ik zijn vanmorgen al vroeg vanuit Raalt afgereisd naar camping de Krichus Belte om daar verslag te gaan doen van de openluchtkerkdienst. Maar vanwege de dreigende lucht en de voorspellingen die niet al te best zijn, is de dienst verplaatst naar het restaurant. Om 10 uur gaat hij beginnen. Wij gaan er maar mee naartoe, samen met al die mensen die uit Raalt komen fietsen en die ja, niet anders weten dan dat het in de openlucht is, maar straks ook in het restaurant de dienst gaan bijwonen. Dominee Zwerven, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat vandaag de dienst hier leiden in de sporthal van de camping. Ja, we zijn vandaag te gast op camping Krichus Belte. Zou in de openlucht gebeuren, maar helaas vanwege het weer niet, kan dat niet. Nee, het was bijbels wel heel erg mooi geweest. Zo aan de rand van het meer. Ja. We zijn flexibel hoor. En met regenopkomst gaan we graag in de sporthal. Geen probleem. Heel fijn. Welkom allemaal. Fijn dat u er bent. We worden vanmorgen begeleid door het jongerenkoor uit Oldebroek. Al een beetje bekend voor ons. Voorganger is Caroline Zwerver. Ik ben uw ouderling van dienst. Mijn naam is Jenny Rijntjes. Nou, de voorbereidingscommissie Caroline. Maria. En als je de Bijbel leest, dan gebeurt er wel meer aan het meer. Er gebeurt heel veel aan het meer. En vandaag zullen we horen dat er ook heel veel op een berg gaat gebeuren. Waar gaat de dienst over? Wat is het thema? Het thema van de dienst is een licht zijn voor elkaar. En we hebben vandaag, we lezen een stuk van de bergreden. En we zeggen van, kom laten we eens kijken hoe we dat in de praktijk van alle dag kunnen doen. En normaal gesproken houd ik mijn preek van een minuutje of 10. Maar nu even een korte inleiding en dan gaan we met z'n allen aan de slag. Er is ook een speciale activiteit voor de kinderen, heb ik begrepen. Klopt, klopt. Zij lezen het Bijbelverhaal van de zondag. En dan gaan ze buiten en binnen gaan ze levend ganzen worden met z'n allen. Oh, een leuke bezigheid voor de kinderen. Nou zeker. Zeker, zeker weten. Ja. Ik hou u niet langer op. Het is 10 uur. Ik ga beginnen met de dienst. Laten we dat doen. Goede dienst. Ja. Succes ermee. Dank u wel. Als ik zeg een hele bijzondere dienst, wat zeg je dan? Ja, een andere omgeving is altijd iets bijzonders. En een koor brengt natuurlijk sfeer met zich mee. Het koor vind ik heel bijzonder. Het straalt. En dat brengt het bijzondere aan een koor. Je kan zwingen, maar een uitdrukking in de ogen, dat doet je wat. Ja, ging ook wat minder formeel allemaal als in de kerk? Ja. Nou, wat je formeel in een kerk is het ook niet formeel hoor. Dat is maar net hoe jij het voelt. Ik voel dat eigenlijk nooit zo. En de timing van de regen was precies op tijd. Ja, ja. Het was mooi voor de organisatie dat het regende, denk ik. Ja, wat anders dan zeg je, dan zit je binnen en dan kijk je naar buiten. We hadden best buiten kunnen zitten. Ja, ik denk aan Engbert. Dan denk ik van, hij doet alle geluiden en hij is er heel erg druk mee. En als je dat dan buiten doet en je moet een heleboel weer naar binnen slepen. Nee, laat maar binnen. Maar, ik wil niet zeggen, buiten is de sfeer toch nog heel anders. Aan het water, dan is zo'n dienst, je denkt gelijk aan de Bijbel terug, aan het water. Een dienst aan het water, wat kan er nog mooier? En te helpen om dat tot stand te brengen. Er zijn wel veel dingen die afleiden van deze opdracht. En een van die dingen is het eerste onderwerp dat we vandaag gaan bespreken. En dat is het oordelen.
Of zoals je het misschien ook wel kunt zeggen, de afleiding van je eigen doen. Blazen, kijk uit. En een beuk. Oké. Even kijken, een beuk. Ja, ze staan typisch weer. A is B en B is A. Oké. A. A, oké. Deze één vogel in de lucht. In de hand. Ja, zie je wel. Dan. 10 in de lucht. 10 in de lucht. Ja. Oké, Lisette, gooi 2. Moet je er even voorlezen, denk ik, wat je opgeschreven hebt. Wil je even voorlezen wat je opgeschreven hebt? Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht. Goed zo. Was moeilijk te raden? Nee. Heel makkelijk, Guus? Ja. Goed zo. Mevrouw Toeter, u bent zo druk om alle formulieren na te kijken of de kinderen het goed beantwoord hebben. Hoe gaat het? Dat gaat goed. Ik zit net te kijken bij deze groep die net binnengekomen is. En je kunt per goed antwoord 10 punten krijgen. En deze die hebben aardig veel goede antwoorden. Dus die hebben overal nog 10 punten voor. Nou, dat is erg goed gedaan dus. Is er ook nog een mooie prijs aan verbonden of alleen maar de eeuwige roem? Ja, nee, we hebben alleen maar de eeuwige roem. En we hebben allemaal wat lekkers meegenomen, want dit gaat toch om het spel. Heb jij het verhaal van Jezus ook gehoord? Ja. Hoe vond je het verhaal van Jezus? Mooi. En verder nog, verder als mooi? Ja. Je had hem al een keer gehoord thuis, ja. Hè? Ja, mama had hem al een keer voorgelezen, ja. Hè? Nou, kijk eens aan. En vandaag hoor je hem nog eens een keer. Nou, in de kerk is het niet helemaal, maar goed. Lekker buiten. Vind je het leuk hier? Ja. En jij ook? Ja. Nou, en hoe ging het met ganzenborden dan? Leuk. Ja, moest je puzzeltjes oplossen? Nee. Ja, vragen oplossen. En vragen stellen. En dan moet je, als je bij de finish bent, moet je je punten optellen. Als je het stellen. Goed had. Ook vragen stellen. En dan krijg je allemaal wat lekkers. Ja. Spekje. Juist alleen zichzelf in het licht willen zetten. De woorden van Jezus hebben een heel andere boodschap. Dat hebben we gehoord en daar hebben we over gesproken met elkaar. Wees er licht voor elkaar, je hebt niet altijd gelijk, want je bent ook maar een mens. Eén van de mensen van God. Aan de deur werd gecollecteerd voor Roemenië, Hetty. Ja. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan met een hele groep jongeren, 18 jongeren, gaan weer een school opknappen in Sukutart. En die school is zo verwaarloosd. En we gaan het systeemplafond van het oude gemeentehuis uit Dalfsen, die hebben we daar gedemonteerd. En dat hebben we allemaal meegenomen en dat gaan we daar weer plaatsen. En de wanden en de vloeren gaan we doen, ja. Het wordt weer echt heel mooi. Wanneer gaat het gebeuren, Hetty? Wij gaan maandag 23 juli om 6 uur gaan we 's morgens weg. We hebben eerst een uitzwaaidienst in de kerk. En dan half 7 of zo, dan zitten we in een auto. En dan is het, we overnachten 's nachts in Bratislava. En na 2 dagen reizen komen we in Roemenië.